Goedemorgen. Welkom bij mijn nieuwe YouTube kanaal. Leuk dat je even kijkt. Het is voor mij goedemorgen. Ik weet niet wat het voor jou is. We gaan iets nieuws proberen. Maar eerst concealer. Mijn spiegel staat daar. Dus als ik daarheen kijk, dan is het daarom. Even een beetje droge vlekken. Dit is een concealer uit mijn Shop My Stash. Dit is de Rimmel Kind & Free. Dat zijn de plekken die ik graag bedek, om het zo maar te zeggen. Dus gewoon meer een beetje temperen van de roodheid, wat ik doe. Eigenlijk is het helemaal niet echt. Deze gaat nooit weg. Nooit helemaal. Maar het gaat mij erom dat het een beetje ik heb hele rode ogen. Ik reageer op mijn dagcreme op een of andere manier. Ik weet niet waarom. Want die gebruik ik echt al heel lang. Maar zo, concealer. Dan gaan wij de Waterfresh tint proberen. Zaterdag heb ik de... Ja, ik heb hem niet namelijk, maar ik heb proefjes gehad van deze, van de Touch. En die zat echt heel mooi en heel fijn. En dat was echt dat ik dacht. Hier zit een kwastje bij. Wel lekker zacht. Ja. Niet gebruiken, denk ik. Maar ik zet hem wel neer, leuk. Ik heb daar... Dit is... Ja, dit is mijn hand, hè. En ik heb hele kleine handen, hè. Zo. Ik denk dat die net zo groot is als mijn ringvinger. Ja. En ik heb ook niet van die grote ringvinger. En ik heb hem ook in het klein. Cute, hè. Ik vind dat soort dingen wel heel cute. Dus die zet ik gewoon netjes neer. Ter versiering. De Le Beige Waterfresh Tint. En ik heb de kleur Light. Ik weet niet of je het moet schudden. Ik doe het meestal niet op mijn hand. Ik doe het, nou, dit heb ik nog nooit gebruikt. Maar foundation is zo altijd gewoon. Zal ik het wel gewoon doen. Ja, het is heel licht hoor. En dat wist ik natuurlijk al. Het is dus echt alsof je water op je huid smeert.
als je gewoon goed kijkt, dan smeer je echt iets op je huid, hè? Het gekke is dat ik het idee heb dat ik hier redelijk wat van nodig heb. Ja, het is een hele lichte dekking. Maar als je goed in de spiegel kijkt, zie je dat je iets opsmeert. Toch wel. Maar een tint. Ja, nee, het is lichter als een tint. Dit is een tint. Dit is lichter dan een tint. Maar dit is, maar het voelt fijn, zeg. Nou ben ik sowieso natuurlijk wel een Chanel fan. Het is net even, je bent niet opgemaakt. Maar het is net even. Weet je dat je denkt, wow, die hebben een mooie huid. Of die ziet er fris uit. Er komt echt kleur vanaf. Omdat ik het heb geprobeerd te mixen met de borstel, dat moet je dus niet doen, ben ik dus bang dat er heel veel pigment hierin zit, zeg maar. Ik ben er heel blij mee. Ik ben blij dat ik hem gekocht heb. Serieus. Dan heb ik ook natuurlijk de blush. Eerlijk is eerlijk, die heb ik al een keer gebruikt. Die is echt, die vond ik zo mooi. Dit is de kleur light pink. Het is echt alsof je iets met waterverf aan het doen bent. Je kan het ook gewoon smeren. Eén pompje per wang. Het is wel heel licht, dus wil je een beetje kleur krijgen, dan doe je een pompje per wang. Een beetje kleur op de neus. Heel lichtjes, zie je het? Eerlijk is eerlijk, hier wordt een mens blij van. Dit is precies wat je zoekt, toch? Het is licht, het is verzorgd, het is, je ziet er net even uit. Dit is wat een mens wil. Nou ben ik ook nog met Wessel even naar de Bijenkorf geweest. En daar kreeg ik van Wessel een gloss. Ja. 716. Dat is deze. Even laten zien. Hele mooie nudie kleur. Maar echt. Zit heel fijn. Het zat ook echt heel lang. En ik kreeg de Rouge Coco Flash van Wessel. In de kleur Boy. En dat is deze. Deze.
Dit is hetzelfde. Het is als een lipbalm die een hele lichte kleur geeft. Sorry. Ik hou ervan. Ik hou ook van een rode lip, maar ik hou ook hiervan. Voor de zomer. Ik zie dit helemaal gebeuren als ik naar Frankrijk ga over iets meer dan een maand. Het is zo gedaan, je bent zo klaar. Het is, ik vind het, ja, ik ga de Touch ook kopen. Ja, die vond ik ook echt heel fijn. Die geeft serieus iets meer dekking, iets meer make-up. Maar dit is, maar de lippen zijn ook mooi, zeg. Nog een beetje bij doen. Je kan het ook met een lippotlood natuurlijk doen, combineren. Het is een hele lichte kleur. Maar het nadeel is dat de meeste nude-achtige kleuren bij Chanel op mij altijd een beetje oranje uitslaan. Dat heeft gewoon te maken, ook met de formule natuurlijk, maar ook met de kleur van mijn lippen. Maar deze niet. Jammer dat ze boy niet meer hebben in de gewone lijn, zeg maar. Maar goed, ik heb genoeg nude-achtige dingen. Maar ja. Het lijkt wel of je lippen een beetje voller worden ook erdoor. Heel mooi, heel mooi. Goed, ik ga het even afmaken en ga ik aan de dag beginnen. Want zoals je ziet moet ik het bed nog opmaken en welkom in mijn slaapkamer. Waar het een rommel is, want real life. Bedankt voor het kijken, like en subscribe. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Dan gaan we weer wat nieuws proberen. Dankjewel.